Fijn en leuk dat je weer kijkt naar mijn kanaal Bokudo. Ik ben natuurlijk Bo. En vandaag heb ik een video voor jullie over fidget spinners. Ik denk dat ik niet eens meer hoef uit te leggen wat het nou eigenlijk is. Maar toch ga ik dat straks in het kort eventjes doen. Ik heb verschillende fidget spinners die ik vandaag ga uitproberen. Daarnaast ga ik ook nog wat coole trucjes proberen met de spinners. En aan het eind van deze video heb ik ook nog een hele toffe winactie voor jullie. Dus blijf voor dit allemaal zeker even kijken. Doe natuurlijk alvast een duimpje omhoog als je zin hebt in deze video. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan nu door op het abonneerknopje te drukken. Hier beneden. Goed, een fidget spinner. Wat is het nou eigenlijk? Dit is eigenlijk gewoon een heel gek klein dingetje. Wat je... Oh, jezus! Nou, zo moet het dus niet. Maar dit is dus een dingetje wat je kan ronddraaien en dan kan je het zo in je hand houden. Maar wat is daar nou eigenlijk leuk aan? Dat wist ik in het begin ook niet helemaal. Ik dacht van ja, je kan het zo ronddraaien in je hand. En wat dan? Maar ik heb er nu vandaag een beetje mee gespeeld, aan gezeten en rondjes gedraaid. En het is eigenlijk best wel leuk. In het begin zit je alleen nog maar zo te draaien en denk je van ja, wat kan ik er nou verder mee? Maar hoe langer je ermee zit, merk je ook dat je er andere dingen mee kan doen. Je kan hem bijvoorbeeld op je vinger laten balanceren. Je kan hem ook op je voorhoofd laten balanceren. Of op je neus. Lukt dat? Oh, oh jeetje, oké, nee. Dat wordt dan gelijk helemaal niks. Maar dit soort fidget spinners zijn wel de bekendste. Maar je hebt natuurlijk ook nog andere soorten. Ik heb hier namelijk ook nog een hele toffe gouden fidget spinner. En deze heeft dus maar twee kanten en het lijkt eigenlijk een beetje op een soort sleutel, dit uiteinde. En die kan je uiteraard ook weer ronddraaien. Nu vind ik zelf persoonlijk deze wel wat fijner dan deze, want deze draait ook wat minder lang rond en hij stopt heel snel. Als je hem zeg maar zo ronddraait en je doet een paar keer dit... Nou, dan is hij al bijna helemaal gestopt. Terwijl als je dat bij deze doet, en je doet gewoon heel dat dit. Hij gaat maar gewoon door, blijft maar draaien. Hij stopt niet, komt gewoon bijna geen einde aan. Dus dat is wel wat leuker aan deze spinners. En dan heb ik ook nog een hele toffe zilveren. Deze vind ik er ook wel heel tof en stoer uitzien. En deze vind ik zelf ook heel erg fijn. Eigenlijk net gewoon als deze spinners draait deze ook heel erg lang. En hij ziet er natuurlijk net even wat anders uit dan de normale spinners. Ziet er heel futuristisch uit. En hij draait ook heel lekker rond, dus dat is ook wel heel erg fijn. En dan heb ik nog deze. En dan denk je van, huh, Bo, wat is hier bijzonder aan? Maar kijk. Oh, deze geeft dus inderdaad kleur. En als je dit ronddraait, nou je ziet het al, dan zie je heel veel kleurtjes. Je kan de kleurtjes ook nog langzamer laten knipperen. Zo. En dan knipperen ze dus iets langzamer. Of je kan maar één kant aanzetten. En dat geeft ook een heel tof effect, zoals je ziet. Dat vind ik ook super gaaf. En deze draait ook super fijn rond. En dan nu ga ik wat coole trucjes uitproberen. Ik ga dat doen met de gewone spinner. En wat ik ga proberen is om hem dus te laten draaien. En dan naar mijn andere hand over te gooien. Oké, ik ben benieuwd of het lukt. Oh. Ja, ik heb hem wel gevangen, maar hij is gestopt met draaien. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Oké, nog een keer. Jeetje, oh, ik schrok me dood. Oké, zo moeilijk moet dit toch niet zijn? Hè, verdorie. Nou, ik vang hem heel dat wel, maar niet goed. Oh, oh my god. Oké, dat is niet voor mij weggelegd. Oh. Je kan hem natuurlijk ook laten balanceren op je vinger. En in het begin was het heel moeilijk, maar ik heb het nu een paar keer gedaan. En nu is het echt super makkelijk. Dat is ook echt heel leuk om te doen. En hij draait dan een heel klein beetje rond of zo. Het is echt heel nice. Oké, kijken of ik hem op een andere vinger zo over kan krijgen. Ja, het lukt. Oh, maar dit is ook wel heel simpel eigenlijk. Oh, jezus. Oh, ik laat alles heel de tijd vallen, joh. Ik ben zo lomp. Oké, ik ga proberen om hem over te gooien naar mijn andere vinger. Oh. Oh, oké, nee. Oh, bijna. Oké. Misschien dat het met deze beter lukt. Oeh. Oh. Oké, net lukt het voordat ik ging opnemen. En nu lukt het niet meer. Dat zou je altijd net zien. Nee, oh, bijna. Bijna. Oké, wacht. Ik ga ervoor staan. Misschien dat het dan beter lukt. Nee, oké. Oh mijn god. Ik voel me zo lomp. Het lukt me gewoon niet. Ik zag trouwens ook iemand die het helemaal zo achter zijn rug deed. En dan zo overgaf. En helemaal zo. Poeh. Nou, ik ga dat ook even proberen hoor. Wordt natuurlijk helemaal niks. Oké, hij draait. Hij gaat achter mijn rug om. En, oh. En ik geef hem over. En hij is gestopt met draaien. Maar ik doe net alsof hij nog draait. En... Kijk, het is me gelukt. Echt, ik ben veel te lomp hiervoor. Misschien dat het met de zilveren wel lukt om hem over te gooien. Oké, nee. Auw. Oh, mijn voet. Nou, nog één keer proberen met de gouden. Hij kwam letterlijk hier tussen. Wat de hel. Oké, maar ondanks dat de trucjes een beetje lastig zijn, is het wel heel erg leuk om hem gewoon zo lekker rond te draaien. Het maakt ook een heel fijn geluid ofzo. Dat dus. Wat ook echt heel erg fijn is om te doen, is als je ronddraait om dan een beetje zo te doen. Dan voel je een soort druk erop of zo. En dat is zo
satisfying. Dat is echt heel nice om te voelen. Het is echt alsof die zichzelf bestuurt of zo. Dat is echt tof. Maar goed, al met al, de fidget spinners zijn leuk, maar ik weet niet hoe lang het leuk blijft. Voor nu is het leuk, maar of het over 3 maanden ook nog leuk is... ik weet het niet. Wel kan ik me voorstellen dat dit bij heel veel dingen helpt. Want als je zo'n spinner hebt, heb je altijd iets in je handen. En je hebt altijd iets om aan te zitten, zeg maar. Eigenlijk is het gewoon een soort stressbal. Alleen dan draai je het rond in plaats van dat je erin knijpt. Ik blijf het ook echt maar doen. Het is echt best wel verslavend. Maar goed, ik vind alle spinners heel erg tof. Maar deze twee zijn toch wel mijn favoriet. Het zijn gewoon de standaard spinners. Maar ze draaien gewoon het fijnst. En ze voelen het fijnst. En ze werken het fijnst. Dus deze zijn wel allebei mijn favoriet. Oh, je kan er trouwens ook 2 tegelijk laten draaien. Kijk, kan je ze zo op elkaar doen. Dat kan ook nog. Ik denk dat heel veel van jullie al een fidget spinner hebben. Maar er zullen natuurlijk ook mensen zijn die er nog geen hebben. En speciaal voor die mensen heb ik vandaag dus een hele leuke winactie. Ik ga namelijk 3 fidget spinners weggeven. Ik ga deze weggeven. En deze is dus met die kleurtjes. Deze dus. En dan ga ik deze super toffe zilveren weggeven. En deze is ook echt super chill. En ik ga deze hele mooie gouden weggeven. En wat moet je dan doen om te winnen? Als eerst moet je natuurlijk eventjes op mijn kanaal abonneren. Dat kan door hieronder op het abonneerknopje te drukken. Dus doe dat zeker, anders kan je helaas niet meedoen. Geef deze video natuurlijk ook even een dikke vette like. En laat even een reactie achter met waarom jij heel graag een fidget spinner wilt hebben. En natuurlijk mag je nog meer in je reactie zetten. Bijvoorbeeld waarom je heel erg fan bent. Of hoe lang je mij al kent. Of iets leuks voor mij. Maakt niet uit, maak er gewoon een hele leuke reactie van. En zet er natuurlijk bij waarom je de spinner wilt hebben en welke kleur. Je kan dus kiezen uit de gouden spinner, de zilveren spinner of de kleuren spinner. Dus laat het natuurlijk ook even bij weten in je reactie. En hou je reactie goed in de gaten. Want de winnaar maak ik bekend door op de reactie te reageren. Dus hou natuurlijk je eigen reactie onder deze video goed in de gaten. En wie weet heb je binnenkort ook wel een fidget spinner. En dan was dit weer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En als je het leuk vond, doe dan natuurlijk een duimpje omhoog. Wil je nog een video van mij bekijken? Klik dan nu hier naast mij. En wil je mijn kanaal abonneren? Doe dat dan nu door op mijn foto hieronder te klikken. En hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei! Mwah.